Boven Duitsland zien we veel resten van buien terug en daarmee krijgt vooral het zuiden van het land vanochtend te maken, want de bewolking loopt het, uh, via het oosten het land binnen. In het noorden schijnt nog de zon volop, ook in het noordwesten van het land zien we de zon vanochtend veelvuldig. Elders kan dus een enkele bui vallen. Lokaal is ook een klap onweer mogelijk. En temperaturen vanochtend op de meeste plaatsen tussen de 16 en de 18 graden. Vanmiddag breiden de buien zich uit over met name het midden en zuiden van het land. Ook dan lokaal kans op onweer, hagel, windstoten en ook wateroverlast behoort tot de mogelijkheden. In het binnenland wordt het toch wel zomers warm. Vanavond dan houden de buien nog enige tijd aan. De temperatuur daalt niet heel veel, tot een graad of 20. En ook vannacht kan er nog steeds een enkele bui vallen. Morgen een herhaling van zetten, wisselen bewolkt op de meeste plaatsen en opnieuw valt de verspreid vooral in de middag een enkele pittige regen- of onweersbui met opnieuw kans op hagel, windstoten en lokaal ook wateroverlast. Net als vandaag wordt het op de meeste plaatsen zomers warm. In het weekend is het dan op de meeste plaatsen droog, zien we ook wat vaker de zon en de temperatuur kan oplopen naar lokaal 29 graden. Na het weekend dan neemt landinwaarts de kans op een enkele regen- of onweersbui weer toe, maar het blijft op de meeste plaatsen zomers warm. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl